Deze nieuwsuitzending is daadwerkelijk actueel, want die gaat over de gele hesjesbeweging. Ik ben lid geworden van zo'n Facebook-club. Het heet dan, kijk, staat bovenaan. Geweldloze gele hesjes. Is dat nuttig eigenlijk? Heeft het nut om er allemaal gele hesjes aan te doen? En dan geen geweld. Heeft het nut om een... Dat staat dan hier, van de telegraaf.nl. Een Nederlandse, tussen aanhalingstekens, burgerbeweging, wil zaterdag in navolging van de... De rest wil ik niet voorlezen. Ik wil snappen waarom er het begrip burgerbeweging door de telegraaf.nl tussen enkele quotes wordt gezet. Maar ik ben heel taalgevoelig. Erg snel. Het moet geweldloos zijn. Ja, precies. Ik weet niet wat ik daarmee moet, hoor. Ik vind het aan de ene kant wel erg leuk. Dat wil. Ze hebben het in elk geval over... die ongelooflijke massa-immigratie. Daar moet je mee kappen. Ja, of wij moeten er tegen kunnen. Wie de Angela Merkel weer schaffen das. Moet positief blijven, denk je. Het vervelende is dat die mensen die hier naartoe komen, die zijn qua toetsing der IQ, daar zijn ze niet echt goed in. Niet. En Nederlands kennen ze ook niet. Niet. En ze hebben wel last van... Het is helemaal niet leuk. Dat ben ik met ze eens. Even kijken, hoor. Even naar beneden scrollen. Want ik zag dus ook een soort petitie van wat je dan wel en niet wil. Kijk, hoor. Oh ja, geen stijl gaat zich er ook mee bemoeien. Dat is gewoon... Dat is ook... Nou, dat is wel leuk eigenlijk, hoor. Dus hier staat letterlijk. Nog meer corruptie van deze regering. Dubbele punt. Shell betaalt al jaren geen winstbelasting, terwijl het volk maar moet blijven betalen. En de meerderheid van de partijen laat het gewoon gebeuren. Punt 1, winstbelasting is geen... Dat is geen term. Het moet zijn vennootschapsbelasting. Want de Shell is een besloten vennootschap, dacht ik. En een van de belangrijkste aandeelhouders is mevrouw van Oranje. Met die leuke schoondochter. Die tegen haar eigen zoon zei... Hè? Dus, hè? Ik heb het over die vrouw van de Shell, hè? Haar schoondochter zei, ja, mijn man, hij een beetje dom. Arme man. Ik bedoel Willem-Alexander. Nee, natuurlijk betaalt de Shell geen belasting. Kom je erbij. Kijk, we zijn er mooi onder.
Oh ja, kijk, ja, dan gaat hij hoor. Kijk, hier ben ik het niet mee eens. Dat die hashtag, zo'n hash, shift 3 is dat toch? Ja, shift 3. Shift 3 gele hashes. Een burgerbeweging voor een sociaal Nederland. Ja, daar hou ik. Ik wil helemaal geen sociaal Nederland. Ik wil een antisociale meuk van bijbelgelovende christenen. Maar ik ben fundamentalistisch, extremistisch, ja, bijbelgelovend. Ik hou niet van socialisme. Dat is een stom idee. Er zat hier nummer 1. Haal het geld waar het zit. Kijk, nu zak mijn broek af. He? Je gaat tegen je kind zeggen, brood haal je bij de bakker. Ja. Dan staat er ook, schrap de verhoging van het lage btw-tarief. En verhoog belastingen op hoge vermogens en winsten. Punt 1. BTW, dat moet je afschaffen. Wij moeten een sociaal contract aangaan met onze overheid. En dat wij opstellen van nou, wij willen graag dit, we willen graag dat. En we willen graag zus en we willen graag zo. En dan moeten zij maar zeggen wat het kost. En we moeten vooral zo min mogelijk willen, natuurlijk. Als je naar een restaurant zegt, gaat en je vraagt om een... ik wil een côte brichon, alle lacrymaux. En ik wil een goede wijn erbij. En ik wil ook nog een toetje. En heeft u crème brûlée? En dan wel... ja, dan ga je naar huis met een rekening van €700 in je zak. Maar je €700, die liggen bij de restaurateur. Afschaffen al die belastingen. Helemaal niet. Ik wil helemaal geen belastingen. Het laatste wat ik mijn regering... Dat zeggen ze dan dat het mijn regering is. Maar alsjeblieft, Perrietje Winkeltje. Hier is jouw regeringtje. Het enige wat die klojo's doen... Dat is een beetje lopen ouwe hoeren over 9-11... En bommen laten flikkeren op Irak. Hele belastingen moeten afgeschaft worden. Punt, klaar. Onderwijs niet meer verplicht. Hoppakee. Ja, maar hoe moet het dan met die buitenlandse kinderen die geen Nederlands kennen? Dat is ons fucking probleem niet. Want ik kan geen Koerdisch. Krijg ik daar ook subsidie voor? Dan nummer 2. Loongolf nu. Wat? Wat? Waar komen dat vandaan komen? Waar denk je dat die oorlog in Syrië kost? Waar denk je dat al die vaccinaties kosten? Waar denk je dat al die ouderenzorg kost omdat al die gezinnen kapot zijn gegaan vanwege de homohuwelijken? Waar moet die poen dan vandaan komen? Lenen van de familie Rothschild. Homo. Dan gaan ze door. Na jaren van nullijn en stijgende kosten is het tijd voor een inhaalslag. Terecht eist de FNV komend jaar een loonsverhoging van 5. En daar is iets misgegaan. Een loonsverhoging van 5. Dus elke arbeider krijgt er per gewerkt jaar 5 euro cent bij. Nou, een kinderhand is snel gevuld. Hè? En dan nog meer dingen. Het minimum omhoog. Het minimumloon en de uitkeringen moeten stevig omhoog. Helemaal niet. Dat moet je niet doen. Dat slaat nergens op. Want Nederland wordt helemaal leeg. Ja?
En ik wil niet oproepen tot geweld. En ik wil niet oproepen tot het doodschieten van Mark Rutte. Maar je moet je wel realiseren dat als je Mark Rutte doodschiet, dat je er punt 1 krijg je de 10 voor terug. Maar je hebt de eerste dood geschoten, dus die volgende 10, dan krijg je er 100 voor terug. Maar je hebt er 11 dood geschoten, dus 1 Mark Rutte plus 10. En dan kan je die andere 111 kan je ook wel aan. Nee, maar dat ruimt op. En niet per se Mark Rutte en zijn familie, maar al die mensen die beweren dat wij geld moeten betalen aan de Europese fucking Unie. Ik bedoel de Europese neukende Unie. Huh? Wat denk je dat al die Europese ambtenaren doen daar in Brussel en dan weer in Straatsburg? Alleen maar kinderporno kijken op hun hotelkamer? Ik dacht het even lekker niet hoor. Dan krijg je hier, voer een studieloon in. Daar ben ik helemaal op tegen. Dat slaat nergens op. Ik heb zelf gestudeerd en toen had ik geld. Ja, niet veel. 500 gulden in de maand. Waarvan 220 gulden, dat was... Ja. Ja, van de rest... Nou, ik heb een tijdje de luxe gehad om een fietseigenaar te zijn. Maar die werd gestolen. Toen bleef ik er... ik hou de moed erin. Dan kocht ik nog een fiets. Een tweedehands. Die werd ook weer gestolen. En toen dacht ik, nou, ik haal ermee op. Ja. Dat scheelde een kostenpost, jongen. Een loon? Nee, natuurlijk niet. Ik vind dat ieder mens bij geboorte een krediet moet hebben voor het aantal uren onderwijs wat hij krijgt. En als een mens diploma's haalt, ja, dan krijgt hij opnieuw krediet voor onderwijs. Het is dus niet dat als je wiskunde B7 gehaald hebt, dat je dan dat krediet mag uitgeven in de kroeg. Want dan haal je C1 niet, namelijk. Ja. Daar ben ik voor. Dus iedereen mag een tijdje gratis naar school en degene die er echt helemaal geen donder van begrijpen, ja, flikker op. Ik weet het hoor, er zijn studenten en die vinden dat een baan. Wat doe je dan overdag? Nou, ik studeer. Wat? En wat studeer je dan? Nou, ik studeer sociologie. Ik zit momenteel met mijn hoofd te schudden, hoor. Maar ik ken menig mens die studerende sociologie alle hoop verloor. Kan je net zo goed gaan voor Siaankali. Want dat ruikt tenminste op sociologie. Meer van stomme studies, haal er weg. Mijn vriend van de drummer van mijn band. Heel aardig gozer. Die rookt af en toe wel en dan rookt hij weer niet. Hij is wel een beetje gezondheidsfreak. Maar dat mag toch. Daar heeft niemand last van hoor. Hij gaat op de fiets naar zijn werk als het kan. Hè? Hij heeft ook nog een auto. Voor de deur. Die is gekapt met zijn studie. Ik kan er niet meer tegen. En hij is dan bouwvakker geworden. En een tijdje heeft hij moeten leren zagen en hameren. En, ja. Zoals in Amerika zeggen, slamming the hammer of zo. Hammer slammering. Gewoon hamer slingeren.
Ja, dat noem ik een opleiding, maar dat heeft zich vet terugbetaald. Je gaat mij niet vertellen dat daar een studiebeurs voor nodig was. Hoor. Die jongen die kon al het werk voordat je Abraham kon spellen. Alle studies kan je wat mij betreft afschaffen. En ik kan het weten, want ik heb al die meuk gestudeerd. Ik vind persoonlijk, het hebben over studie, ouders dienen hun kinderen te leren lezen en te leren rekenen en te leren schrijven. De ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat de kinderen weten dat Groningen, dat het meer in de buurt van IJsland ligt dan Drenthe. En over IJssel, dat ligt weer onder Drenthe. En Duitsland, dat ligt weer aan daar weer naast. En Westerbork, dat was in Drenthe. Het verzamelingskamp voor het afvoeren van de overbodige Joden. Ha, 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 ha. Gele hesjes. Nou ja, als je het hebt over politieke standpunten. Dus daar ben ik niet mee eens. Oké, dat is standpunt 4. Dan krijg je standpunt 5. Investeer in betaalbare woningen. Ja, wie? Wie? Investeren? God, de eeuwige geldgever? Wat is er nou weer mis? Wie heeft er een betaalbare woning nodig? Wil je die van mij hebben? Ik heb hier een kamer over, die kun je zo krijgen. Dus ik wil geen penislui in mijn huis. Dat kweekt een rare indruk bij mijn portiekbewoners. Als ze denken dat ik, weet ik veel, een soort André van Duin ben of zo. Of het neefje van Geert Wilders. Dan ben jij een vrouw, die kun je zo hier intrekken. Het is wel zo dat ik rook. Maar ik heb mijn eigen kamer. En je hebt vrij toegang tot toilet en tot de douche, de badkamer, een spiegel, wastafel, precies wat je wil. En naar de keuken, ja, dat moet dan door mijn kamer. Kan je een beetje last hebben van de rooklucht. Dus wat is betaalbaar wonen? En ik woon hier in mijn eentje in een woning die ooit bedoeld was voor een gezin met 3 kinderen. Hier. Maar geen hond wil hier wonen, want ze denken, wat een kutflat, die heeft helemaal geen lift. Ik wil wel een elektrisch systeem met een bewakingscamera. Dat gaat over je weg. Ja, vind ik ook niet. Wonen moet weer betaalbaar worden. Ja, dat vind ik ook, dat vind ik. Wat staat hier dan? De verhuurdersheffing moet van tafel. Ik zou niet weten waar het op staat. Hoor. En de hypotheekrenteaftrek moet worden gehandhaafd tot €350.000. Dat snap ik ook niet. Volgens mij is het, weet het ook weer? Gecontroleerde oppositie. Aangestuurde oppositie. Weet je ook, gegarandeerd pensioen. Dat wil ik ook helemaal niet.
Wat is daar dan weer mis mee? Het feit dat je lichaam zit helemaal door de poten heen te zakken en je kan niet meer werken en zo. En dan krijg je geen inkomsten meer. En dan moet er moeder Teresa moet voor je klaarstaan en zeggen, hier heb je €750 in de maand. Ja, ik vind het idee leuk, maar van de overheid? Die jatneuzen? Geert er weer. Ik zelf ben van plan om uiteindelijk bij mijn moeder in te gaan trekken, want die rookt niet en die drinkt niet zoveel. En die beweegt heel veel, dus die zal wel ouder worden dan ik. Maar ik had toch wel een paar jaar nog bij haar, mijn laatste jaren. Zoiets. Ik ga wel bij de schoonmaken. Ik wil zeggen, ik heb mijn familie. En een pensioen, dat is een garantie vanuit de overheid. Ik hou niet van overheidsgarantie. Want dat stelt niks voor. Dan ga dat maar eens aan de Molukkers vragen. Ja, maar Perry, Molukkers, de gele hesjes zijn het ook. Waar heb je het nou over, man? Nou, ik heb het over dat de overheid liegt. En die garanderen helemaal niks. En dan staat er ook nog, kijk hoor, de collectiviteit in de pensioenopbouw moet worden gehandhaafd. Wat? Elke generatie moet een geïndexeerd pensioen krijgen. En de pensioenleeftijd moet terug naar 65 jaar. Nou, daar ben ik ook op tegen. Ik hou helemaal niet van pensioen. Duiven houden van vliegen. Vliegen houden ervan om ongelooflijk te zoomen. Dus ga weg, vliegen. Ga weg. Konijnen die houden van neuken. Mensen houden van werken. Je gaat er ook niet zeggen dat vliegen niet meer mogen vliegen als. Want hoe oud wordt een vlieg eigenlijk? 6 maanden of zo? De vliegen van 4 maanden, die moeten terug in de vliegenkooi. En dan krijgen ze elke dag van de overheid een beetje suikerwater. Hele pensioen afschaffen. Dan staat hier ook nummer 7. Korter werken met behoud van loon. Ja, dat zou ik ook wel weten. Kijk, een mens houdt van werken. Hè? Het is wel zo, dat klopt hier wel. Ik zal even voorlezen. Kijk, hier ben ik het mee eens. Ik lees voor. Het aantal werkenden dat thuis zit met een burn-out groeit. Terwijl tegelijkertijd veel oudere werknemers moeite hebben met het vinden van een baan. Met een werkweek van 30 uur kan het werk beter verdeeld worden. Ja, die klopt. Wel is het zo dat we terug moeten naar een werkweek van 16 uur. En dat is genoeg, hè? €16 per week per man, per penisdrager. Ja, maar dat is seksistisch. Hoe ga je dan bepalen of iemand een man is? Nou, de onderbroek aandoen. Even kijken. Ja, maar wat doe je dan met die hermofrodieten?
zei, nou, die mogen zelf kiezen. Maar mannen, ja, 2 dagen per week. 8 uur, dat, nou, 10 uur per dag. Ja, zoiets. Zeg maar 20 uur per week. Dat is voldoende, hoor, om de hele boel draaiende te houden. Moeten we wel heel creatief worden. Ja. Dan staat hier ook nummer 8, ben ik het niet mee eens. Vaste contracten voor vast werk. Niet oké. Okay. Wie vast werk verricht, moet ook een vast contract hebben. Flexwerk moet worden beperkt tot piekbelasting en inval bij ziekte of verlof. Dat klopt niet. Kijk, jij als arbeider, daar gaat het om, hè? Jij als arbeider, jij hebt een toegevoegde waarde te produceren. Dus je komt 's morgens binnen bij je baas, hè? Je werkgever, en daar ga jij waarde toevoegen. Als je dat goed doet, en nou, er zijn 2 mogelijkheden, je doet het goed, en in het enige geval heeft jouw baas, je manager, die heeft dat niet in de gaten. Nou, in die omgeving moet je geen waarde toevoegen. Want de manager heeft niet in de gaten dat jij waarde toevoegt. Dus dan ben je iets als een assenpoester, snap je? Of weet ik weer, koning Repelsteeltje. Maar niet heel tof, snap je? Nou, je kan hebben dat als je waarde toevoegt, dat je manager in de gaten heeft dat jij als één van de, hè, dat je waarde toevoegt. En dan, ja, nou, en dan gaat het goed. Totdat het hele schip omlaag gaat. Ja, de business kan kapot gaan, van alles gebeuren. En niks, geen contracten. Waarom? Het enige contract is, ik doe dit voor jou, ik doe dat voor jou, de zus en zo en zo. En ik wil zoveel. En tegenwoordig op internet kan je opzoeken, wat krijgen anderen die dezelfde dienst leveren. Dezelfde waarde toevoegen. Wat krijgen die? Nou, zoveel wil ik ook. Daar gaat het om. Ga je maar post bezorgen, maakt niet uit. Slechte aanstekers verkopen, zoals die tabakswinkel, die voor de rest, dat is een hele goede winkel. Deze aansteker is een beetje kut, hoor. Ga er wel een keer langs. Als je toch de moeite neemt, hè, om een keer naar mij te luisteren. Wat geen hond doet. Kopen, retourtje Arnhem. Iets met een overchipkaart gebeuren of zo. Ja. Toch. Om een Bijbel te halen. Een King James. Ja, die verkopen ze hier in Arnhem, jochie. Niet met z'n 10 tegelijk komen, want ze hebben er geen 10 op voorraad. In die winkel heb ik 3 Bijbels gekocht. 2 King James. Die heb ik allebei weggegeven. En 1 Statenvertaling. En dat was een dure jongen. Die heb ik gekocht uit name van Jurk Gliesman. Mijn bijbellezende, fundamentalistische,
momenteel in de buurt van Leuven wonende. Vriend. Als je dat toch doet, en dan loop je vanaf het station in Arnhem, dan moet je even kijken op Google Maps naar de Koningsstraat. Oh, dan kom je eerst voorbij Café de Wacht. En dan kan je even neerstrijken. Daar hebben ze ook best aardige koffie, goede thee. Verse jenever. En van daaruit naar de Koningsstraat, dat vind je zo. Daar heb je die tabakswinkel. Aardige mensen daar. Hebben ze jodentabak. David en Goliath. Kijk, dat is vrijheid, snap je? En dan even doorlopen. Dan koop je een Bijbel voor je neefje. En moet je kijken of je goedkoop wil. En dan zou ik gaan voor de King James. Die zijn uiteindelijk het goedkoopste. Maar dat klopt ook. Dat is een groter taalgebied. En dat is onze consensus. Toch ergens wil komen met die gele hesjes, die heb je dus niet nodig. Want er staat in de Bijbel dat je dat helemaal niet moet doen. Maar het is wel een leuk gebaar. Kom op, is dat nou weer. Ik ben er niet op tegen. Ik vind het best wel grappig. Ah, lekker een pakje David de Goliath check. Je hebt hele goede coffeeshops hier in Arnhem. En dan maak je nog een wandelingetje. En dan moet je naar de Wezenstraat. Maar die vind je wel. Dat is vlakbij Jansplein. Daar zit een streetcafé. En die eigenaar, die heet Bert. Die heeft destijds het uitbaterschap van dat, ja, dat een aantal kubieke meters. Niet lullig hoor. Goed betegeld. Daar kan je kotsen, daar kan je knokpartijen houden. De ruiten, dat is met draadglas of zo. En die gokkasten, die kunnen overal tegen. Die voetbalkast die er staat voor de tafelvoetbal. Bang, bang, bang. Ook allemaal tegels eronder. En de herenplay, nou, daar hoef je niet te schamen hoor. Daar kan je gelukkig helemaal rustig over de rand heen pissen. Want je kan altijd zeggen dat een ander het heeft gedaan. Gewoon wel oppassen als je de play binnenkomt op het streetcafé, hè. En die play die ziet er heel netjes uit. Dan zit je verkeerd. Ga je daar lekker langs. Kijk, daar mag je binnen. Want Bert heeft bedongen met de gemeente erbij. En dat was een sociaal verschijnsel van dat moest dan. Van communistische wegen, katholieke wegen. Ja, dat gaan we toestaan. Hij heeft een vergunning dat er in zijn venue, establishment, zijn kubieke meters, daar mag worden gebloot. Er staan allemaal potten met tabaksvervanger. Doe je dat al lekker. En dan ga je naar huis, zo stond als een kanaal. Met een King James. En Joodse Shack.
David en Goliath. Er was even reclame voor Arnhem. Geen stomme stad, hoor. Even verder geweest, hoor. Oh ja, investeer in de publieke sector. De marktwerking in onder andere de zorg, het openbaar vervoer en alle lagen van het onderwijs is doorgeslagen. Nationaliseer deze sectoren en breng de menselijke maat terug. Ik kan even niet zeggen. Wat? Ja, dit is not. Nationaliseren van sectoren? Welke sectoren dan? De onder andere staat er. De zorg, het openbaar vervoer en alle lagen van het onderwijs. Ja, wat? Nationaliseren van de zorg? Dat is al lang gebeurd. Het openbaar vervoer? Dus, ja. Moet dat genationaliseerd worden? En alle lagen van het onderwijs nationaliseren? Nou, dat laatste kan je lekker stoppen. Waar heet het ook alweer? Waar het zo lekker voelt. En waar de zon niet schijnt. Alle lagen van het onderwijs nationaliseren. You fuck me, a-hole man. En breng de menselijke maat terug. Wat is dat nou weer? Ja, homo mensura. Ja, ik ken mijn Grieks, snap je? Dat is die opponent van Socrates. De mens is de maat der dingen. Ga toch weg. Om nog even duidelijk te zeggen, onderwijs is niets meer dan dat jij je kinderen, want je neemt dan anders godverdomme geen kind dan. Je leert je kind lezen. Punt. Doe je dat niet, dan hakken we je linker pink eraf. En doe je daarna nog niet, dan hakken we je rechter pink eraf. En doe je daarna nog niet, dan gaat je linker kleine teen eraf. En doe je dat nog niet, dan gaat je rechter kleine teen eraf. Wankelmoeder. Dat is onderwijs. Rekenen, dat kan jij je kind leren. Zit dan er weer. 1 keer 1 is 1, 2 keer 1 is 2, 3 keer 1 is 3, 4 keer 1 is 4, 5 keer 1 is 5, 6 keer 1 is 6, 7 keer 1 is 7, en 8 keer 1 is 8, en 9 keer 1 is 9, en 10 keer 1 is 10, 11 keer 11 is 11, en 12 keer 1 is 12. En dan geef je je kind een zoentje op het voorhoofd. En dan zeg je, ga maar slapen, lieve kind. En ouders die dat verrekken. Ja, wat ik net zei. Dan moet die leren. Want anders doen zij zich dat zelf in de geest. En daar krijgen we zieke kinderen van. We hebben geen behoefte aan. We hebben geen zin om te dweilen terwijl de kraan wijd open staat. Jij als ouder, jouw kind moet dan verplicht naar het onderwijs. En dat had hij moeten staan, hè? Het,
afschaffen van verplicht onderwijs. Dan gaan we even kijken wie de beste ouders heeft. Ja? Ja? Dan kunnen al die kinderen zich in de haren grijpen. Nou, ik hoef niet meer verplicht naar school. En ik ga, ja, precies, exactamento. Ga je kansen mee inschatten op de arbeidsmarkt. Hope Piggy, ben jij rechts? Nee, homo. Ik ben recht. Orto. Er is niet zoiets als een verzameling der verbeterde mensen. Dat wij de varkens, die hebben zo'n beetje knor, knor, knor. Ja. In de Animal Farm van George Orwell. Dat is een roman. Dat bestaat niet. De stoere nieuwe wereld, The Brave New World, van Aldous Huxley, dat kan helemaal niet. En wij zitten nu tot over onze oren in die shit. Of shite. Of shit. Absoluut. En wij denken dat we dat gaan oplossen met gele hesjes. Helemaal niet. Je zal moeten moorden. Heb je me gehoord? Dit gaat doden kosten. Onschuldigen zullen gaan sterven. Wij mogen niet protesteren. Want anders gaan er onschuldigen sterven. Wij zijn er. Jesus loves you. Snap je? Waarom denk je dat die vrijmetselaars, dat een geheim genootschap was? Een secret society. Ik doe een blikje bier open. Dit is geen ISIS-bomaanslag of zo. Waarom denk je dat die vrijmetselaars een geheim genootschap hebben? Pourquoi, pourquoi, tik tak, zei de klok. Nou, dat komt omdat ze formeel willen zijn zoals wij. Want ik ben niet lid van jou. En jij bent niet lid van mij. Wij kunnen samen een biljart dingen beginnen, maar je kan zeggen dat ik lid ben van het streetcafé in Arnhem. Ik betaal daar, maar ik betaal per consumptie. En zo wil ik ook wel met jou gaan biljarten elke week. Ik heb ook met Wout den Braber, de drummer van mijn band. Een tijd lang was dat elke week, hoor. Geld uitgeven. En dan kijken wie de wint. Maar dat zijn spelletjesverenigingen. En dat mag. En de vrijmetselarij is dan een... niemand vertellen dat je lid bent, hè? Nee, wat is geheim, man? Die zijn ongelofelijke geheimen die we... Ja, maar dan moet je niet te hard. Nee, dat is echt heel belangrijk dat je dit begrijpt. En zo is het ook. Degene die
die snapt waar het om gaat, die houdt die waarheid voor zichzelf. En degene die snapt waar het om gaat, en iemand hoort die snapt waar het om gaat, die houdt dat voor zichzelf. Dus evangeliseren, dat is een werkwoord, terecht. Het brengen van de blijde boodschap. Ja, maak je daar druk over. Je gaat mensen niet vertellen dat ze allemaal afkomstig zijn uit iets wat ze niet begrijpen kunnen. Wat we niet nodig hebben, is dat we nog bozer worden, nog angstiger, nog verdrietiger, nog eindelijk pikken niet meer. Dat kan niet. Maar wel is het leuk dat al die mensen die doen dan een geel hesje aan en spreken met elkaar af. En dat creëert allemaal Facebook-connecties. Of via Twitter. Het is het antwoord niet. Het antwoord zit hem in het begrijpen van het woord van God. Het is niet anders. Of je gaat inleiding in de metafysica begrijpen van Gerardus Heijmans. En dat gaat je kosten, jongen. Tjie. Ik weet niet waar je geboren bent en waar je je opleiding hebt gehad. Is dat MAVO, HAVO, LTS, MBO, zeg maar. Maar inleiding in de metafysica van Gerard Heijmans. Het is niet eenvoudig, jongen. En ik weet niet wat je eraan hebt, hoor. Ik kan me voorstellen, als je inleiding in de metafysica van Gerardus Heijmans doorgrondt, dan gaat je... Even kijken, wat heb je nodig? Ik weet niet wie je bent. Hè? Stel, je bent iemand als Jan Hendricks. Dat is een Facebook-vriend van mij. Stel, je bent hem. Hij heeft... maar die heeft geen HBO. Ook geen HAVO. Een aardige kerel. Een lief iemand. Dus een levendig jongen. En dan hij in inleiding in de metafysica. In zijn eentje. Zeventien maanden is te lang. Dat heeft hij niet nodig. Na drie maanden is hij uitgeput. Dus dat is te kort. En dan bijkomen, terughalen. In 10 maanden zou Jan Hendricks het moeten kunnen halen. Dan moet hij wel als een gladiator vechten voor zijn leven. Op Ibiza. Een onbeperkt calamaris, olijfensalade, sangria, zeg het maar. En een wifi-verbinding met translate.google en zoek het maar op. 10 maanden, daar heeft hij het van in de gaten. Het wordt wel zweten voor die jongen, want op Ibiza is dat heet, man.
vooral in de zomer. Makkelijker is het om de Bijbel te begrijpen. Ik heb hier een klein boekje in huis. Dat kan je kopen voor 25 euro. Dat is heel leuk. Het is een stukje. Ik heb de twee boeken van Arthur Schopenhauer. En die hebben als titel De wereld als wil en voorstelling. En die twee boeken, die zijn een spiegeling van elkaar. Echt heel bijzonder. Ik zou zeggen 1600 euro, inclusief bezorgkosten. En ik regel een brunette of een blondine. En je zegt maar wat ze aan moet doen. Hè? Een burka of zo. Krijg je ook iets erbij hoor, want voordat je door die twee boeken heen bent. Nou. Dat is een of andere jonge knul, die heeft een krat bier of zo. Paar flessen rum naar keuze. 1600 euro zijn ze van jou. Nou, daarin staat een hele mooie beschouwing over religie. Want de mens is naar zijn gevoel. Iedereen heeft gevoelens, toch? Je hebt je gevoelige aanwezigheid. Maar naar je gevoel ben jij metafysisch aanwezig. Een weinige begrijp. Ja, dat is echt heel lastig hoor. Maar daar zit je bevrijding. Ja? Als je je daarvan bewust bent. Dat bewustzijn van je gevoel. Van oh, ik voel dit. Oh, ik voel dat. Om het even te verduidelijken, Wim T. Schippers, en dat vind ik een hele goede bodhisattva. Een bodhisattva, zoals een uitsmijter is bij een nachtclub. Het is niet die mooie vrouw met die blote tieten. Het is degene die in een zware jas buiten staat. En jou naar binnen lokt. Een hele goede bodhisattva. Jouw gevoeligheid beperkt jou. Door je ongevoelig te maken, bevrijd je jezelf. Ja, maar dan zeg je dat we allemaal psychopathisch moeten worden. Ja, dat kan je denken. Ik heb het over je gevoeligheid. De vernauwing van je denken. Je moet ongevoelig zijn. Je moet tegen een stootje kunnen. Dat is wat van jou verwacht wordt. Ongeacht de omstandigheden.
Ik spreek eventjes... Namens de heren, heren. Het maakt mij namelijk geen donder uit hoe het met jou gaat. En hoe het met mij gaat, dat zie ik morgen wel weer. Elke dag heeft genoeg aan haar eigen kwaad. Wat ik moet zeggen aan zijn eigen kwaad. Dat is Matthäus, huppeltje pup. Dat is Matthäus 7. En dan krijgen we weer als eens. Ja, nummer 10. Voer een nationaal zorgfonds in. Op tegen. Herstel het ziekenfonds. Dubbele punt. Garandeer publieke zorg zonder eigen risico. Niet mee eens. Geld dat naar aandeelhouders gaat of wordt opgepot, moet worden gebruikt om van zorg weer een recht te maken. Op tegen. Dus. Driewerf, nee. Ik wil helemaal geen nationaal. Daar hou ik helemaal niet van. Ja, ik vind het wel goed als het... Maar dan vind ik wel dat het geldt alleen voor Nederlanders. Dat is een natie. Dus alle Nederlanders... Ja, dan moet je... Jij hebt je been gebroken en dan wordt in jou gevraagd... Wat is de openingszin van Den Uitvreter van Nesquio? En jij weet dan te zeggen... Behalve de man... die de Sarfati-straat de mooiste straat ter wereld vond, heb ik geen wonderlijke kerel gekend dan een uitvreter. En dan mag je gelijk door. Ja, gips om je been, en dan krijg je een zoentje op je wang. Tante Gerda komt langs, en je ken je wel, die oma van dinges, maar die weet je wie ik bedoel. Hè? En dan word je gratis verzorgd. Dat vind ik best. En de rest niet. Ik wil niet grappig overkomen. Ik wil duidelijk overkomen. Een beetje protesters. Nou, dan mag ik ook protestant zijn, of niet? Zijn ze toch aan het protesteren? Nou, dan mag ik ook protesteren. Ik ben daarop tegen. Ik ben helemaal nergens op slaan. Wat is een nationaal zorgfonds? Welke natie hebben we hier in Nederland? Dat is de EU-land. Europees... Er voor een Europees zorgfonds in dat we ook gaan lopen zorgen voor Boliviaanse snollen die onder de syfilis zitten. En die hebben een abortus nodig. Ja, ik wil niet geinig overkomen, maar ze wist het wel. Dat ze wist. Snap je? Het is een protestbeweging van lik mijn gele vestje. Behalve dat het goed af kan lopen. Een slechte generale is een goede uitvoering. Dat is een bewering uit het toneel. Generale is een generale repetitie. Dus als de algemene repetitie heel slecht gaat, dan heb je juist een mooie voorstelling. Want dan is iedereen... En dat hoop ik ook. Ik hoop dat die homo's, zelfs die kutjes homo's, dat even goed gaan presteren. Goed samen zijn. Neem koffie mee. Voor daklozen.
Doe iets. Doe iets leuks. Ga barbecuen. Ja, stook een vuurtje. Doe iets mafs. Maak een deal. Je hoeft niet per se. Nee, je hoeft niet. Je gaat niet op een Mali. Zal niet gaan naar Den Haag, hè, met de gele vestjes met z'n allen. Ja, op een Mali-veld gaan we geen barbecue doen. Nee, we maken een deal met de Koert. Die woont rechtsboven Koen. En die Koert, die heeft eronder dan die shawarma-meuk. Die gaat wel eventjes alles buiten zetten, hoor. Iedereen lekker er langs. Ja, maak er een feest van. En besef je dat je als de sodemieter op zoek moet gaan naar een King James Bijbel. En daar hou je je aan. En niet meer van die gekke dingen doen. Het gaat om de kinderen en meer niet. Mijn kind is een halve. Hoe moet ik zeggen? Zij is LGBTA. Dat betekent lesbian, gay, bisexual, transgender, acceptant. Zo. Nee, daar word ik ook blij van. Ja, papa, dat zijn ook mensen, hoor. Meisje, meisje. Ja, dit is een puinzooi. En wij moeten weg uit die heerschappij. We slaan het op. Het heeft geen enkel nut. Geen enkel nut. Hoewel ik enkele nut ook een mooie vorm vind van Nederlands. Het heeft geen enkele nutzaligheid. Gelukkig dat wij in het Nederlands nog mooi nog kunnen spreken. Yeah. Nou, het is een mooi boel. En ik hoop dat er ongelooflijk veel mensen naartoe gaan. En dan ga ik ze. Ja, ik ben de gecontroleerde tegenstand van die mensen. De controlled opposition. Namens God. Want je moet helemaal niet protesteren tegen Babylon. Dat slaat nergens op. Waarom zit je überhaupt in Babylon? Oh, Jurre Klisman. Ik kan zeggen, hij woont in de buurt van Leuven. En Jurre Klisman zal zeggen, nee, daar woon ik helemaal niet. En wie heeft er gelijk? Ik of Jurre Klisman? Tu pens. Dat is Frans. Waar woont Jurre Klisman? Woont Jurre Klisman daar waar Perry zegt dat hij Jurre Klisman heeft zien wonen? Dat hij daar binnen is geweest? Dat hij zijn moeder de hand heeft geschud? En heeft haar begroet met de term Guten Tag, gnädige Frau? En dat was het beetje het einde van mijn Duits. Ja, sorry hoor, maar mijn Duits is de. Dat is niet zo goed. Hè. Dat is schrikkelijker dan die Rudy Carrel. Ik wil het nog wel een keer doen hoor. Een zending maken met Jörg en Michael. En ich totaal auf Deutsch. Als bodhisattva. Een soort Zwischen persoon. Zwischen der Niederditsche und der Hochditsche. Op, dat was toch die Duitser die heeft gezegd en gecomponeerd.
Beethoven. Alle mensen werden vrienden. Het zal zo zijn. En dat gecombineerd met die theorie van Darwin. Even mijn kutaansteker. En hoe heet die zaak nou? Het is niet... Want als je vanaf het station naar die evangelische christelijke boekhandel loopt, hè? De Fakkel in de Koningsstraat. Daar zit die tabakshandel die mij deze klote aansteker heeft verkocht. Maar het zijn aardige mensen. Moet even langzaam. En er zit een andere. En als je vanaf het station komt. En dat zijn ook hele aardige mensen. En. Ja, het zijn er twee. Ja, ik kan niet kiezen naar welke van de twee je even langs moet. Als je maar die Bijbel gaat kopen. En voorleest aan je kinderen. Daar gaat het om. Maar eventjes deed hij het al. Na het avondeten. Dat is echt belangrijk. Je kinderen op het laatst geef je kwark met slagroom en een schep suiker. En wie wil er nog chocoladevlader overheen? Kost allemaal geen drol. En dan vallen die kinderen helemaal zo. En dan ga je mind control doen. En dan zeg je. In den beginnen. Schiep God. Hemel en aarde. Kijk, metafysica kan voor kinderen niet. Maar. Dat kan voor de meeste mensen niet. Ik zeg dat het waar is. Dat in den beginnen. God schopte. Sorry voor mijn Daanse. In het begin schopte God. Hemel en aarde. Kabam. Met andere woorden, God is je vriend niet. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze mooie uitzending. Ik heb mezelf goed ingehouden, vind ik. En jij bent inmiddels in slaap gevallen. Of je moet eruit bij Soetermeer Zuid. En op zijn hamburgers, zaak ik. Tjus. En dag lieverds.